Het was op 25 november dat de voetbalheld Diego Armando Maradona het leven liet. Met 60 jaar al heel vroeg uit het leven moest stappen. Het lichaam wilde niet meer en hij wordt ook op deze avond in Deventer herdacht. Met een minuut stilte, dat hebben we zojuist meegemaakt hier in Deventer. Waar we gaan kijken naar de wedstrijd tussen de ploeg van Jay Gorter, de doelman van Go Ahead Eagles, dat 12e staat op de ranglijst tegen de nummer 19, Jong AZ. Beneden in uw beeld ziet u de opstelling met Goudmijn, Oosting en Koopmijners. Maxime Gullit zien we, hij staat links centraal in het verdedigingsblok. Samen met Veldhuis op doel, Boy Reus. Tabouni. Man van 7 doelpunten inmiddels bij Jong AZ, Mohamed Tabouni. Wordt intensief gevolgd dus voor clubs uit de Primera División, oftewel La Liga. En ook in de Serie A is die opgevallen. Koopmijners, Tabouni, met het hakje, handig. Marasi, met het voetje van doelman Gorter. Rabiaar met moeite. In 6 en Dachuri. Aan de andere kant ruimte. Daya bij Kuipers onder andere. Ross. Frank Ross, daar gaat hij. Frank Ross. Ingooi. Lucassen staat buiten uw beeld aan de rechterkant. Vlak bij die grensrechter, daar komt hij. Ross in de draai met links, maar te hoog. Familia Castillo draait zich min of meer de problemen in. Tabouni wordt vastgehouden daar door Lucassen. In 6. En kansing voor Ros. Weer in 6. En Rabiaar. Nou, kijken en een voorzet geven. Geen probleem voor de verdediging van AZ. Barrasi. Oosting gaat. Oosting is weg. Effjen komt mee. Oosting is nu zelf onderweg. Oosting. En goed verdedigd. En goed mee verdedigd door Beukema. Met z'n tweeën. Veldmaten en Beukema. Hendricks. Krijgt weinig ballen in de spits. Moet ze dus halen. Daar is hij weer. Dit is een goede paas. Ross, Ross. Nou, het scheelt niet veel hoor. De schot naar het paasje van Kuipers. Frank Ross doet het zelf. Reus, ingeleverd, en dat Churi, Lucassen, Kuipers, en bijna daar de goal voor 1-6. Beukema, Barrasi kwijt. Kuipers. Veldmaten. Rabiaar. Goeie bal. Dat is een aardig schot hoor. Van J.I.6. Goed gepakt ook door Reus. Het leek allemaal op niets uit te lopen. Maar kijk, aanname en schieten. Koopmijners, Tabouni pakt hem die bal af. Het is een overtreding. En een gele kaart voor Brouwers. De 52e minuut. En de goal voor Jong AZ. Was getekend
Oosting. Nauwelijks kansen weten te creëren, de ploeg van Michel Vonk. Maar dan is het toch dat dode spelmoment wat belangrijk is. Oosting maakt hem. Thijs Oosting met zijn vijfde treffer van deze competitie alweer. Brouwers. Oosting, Barassi. Tabouni. De vuisten van Gorter. Ja, die goal van Jong AZ zorgt voor extra vertrouwen. Ross mag het veld verlaten. Hij heeft het dus weer een uur volgehouden vandaag. En zijn vervanger heet dan Jacob Moulenga. De topscorer van de Go Ahead Eagles met 3 doelpunten. Om aan te geven dat daar het probleem vooral ligt voor de ploeg van Wonderen. Het scoren van goals. Moulenga legt klaar met Edda Tjuri. Lastige bal, Gullit. Goudbein. Latouwer. Helemaal vrij daar, Evjen. De Noor. Heel veel ruimte voor hem. Barassi, Tabouni. Maar de medespeler wordt dan niet gevonden. De voorzet van Tabouni. Maar met Tabouni, daar is hij weer. Kom nou! Heeft je? Wordt gespeeld door Goudmijn. Voor de goal is alleen Barassi. En verder ook Oosting. Dit is een goede combinatie, zeg maar Tabouni, maar die staat buitenspel. Vlag is omhoog. En dan gaat het feest niet door. In 6, Kuipers. Nu, Moulenga. Moulenga te laag. En een machteloos schot. Brouwers. Kuipers is onderweg. Brouwers mag het zelf gaan proberen. Brouwers, dat is van heel ver. Maar dan mist het schot ook weer de kracht. Wordt het nog een alles of niets offensief van Go Ahead Eagles. Normaal werkt de Adelaarshorst dan motiverend, maar die hebben we niet. Het luidruchtige publiek hier. Goeie voorzet en oh, Moulenga. Dan zie je toch dat hij daar in één keer opduikt. Is daar ook geduwd. Moulenga op de lat. Kuipers nu weer voor de goal komen. Kuipers met de voorzet. Moulenga, daar is hij weer. 36, maar toch weer de gevaarlijkste man op het veld voor Go Ahead. Kuipers. Neergelegd. Oh, en dat Tjuri. Was dat hem nou? De enige echte kans voor Edda Tjuri vanavond. Brouwers. Moulenga. Nehibil. Kuipers probeert dit met links. Kuipers. Oh, dan gaat hij er nog. Nee, net niet. Geluk voor Jong AZ. Bijna Gullit met een eigen doelpunt. Dat gaat maar net goed. Alle lengte mee. Daar is Moulenga weer bij de eerste paal, maar daar is ook Reus. Beukema. Lucas, 3 minuten krijgen we erbij. Krauter, Moulenga. Moulenga legt terug. En niemand van Go Ahead die het laatste tikje kan geven. Krauter kwam net tekort.
Gullit. Moulenga houdt er nog een hoekschop aan over. Kuipers gaat hem nemen. En nog eens kijken naar Moulenga die bal teruglegt. Maar Crouter komt dan net te laat. In de extra tijd overkomt Kuipers het volgende. De glijpartij op het veld van de Adelaarshorst. Gorter, als het tijd is, dat zegt Roosendaal. En dus de nederlaag voor Go Ahead Eagles. Oosting mocht een vrije trap nemen in de tweede helft. En dat werd de winnende. Vonk blij, want het was al een tijdje geleden dat Jong AZ wist te winnen. 21 september voor het laatst. En Jong AZ pakt dus drie hele belangrijke punten